aanstaande zaterdag bij Veronica vanaf 20:30. Empty Nest, waarin Harry problemen heeft met Laverne. In Tour of Duty heeft de Bravo Compagnie de opdracht een brug te bewaken. Veronica sport met onbekende en bekende sporten, zoals nineball en voetbal. En om 21:50 Nieuwslijn Extra over de verkiezingen in de DDR. De actualiteitenrubrieken van TV2 verslaan gezamenlijk de verkiezingen in de DDR. De extra uitzending van Nieuwslijn wordt helemaal gewijd aan deze geweldige gebeurtenis. En om 22:55 de miniserie Rainbow Warrior Conspiracy. Het Greenpeace-schip Rainbow Warrior is 2 jaar geleden gezonken. De oorzaak blijkt al snel niet bij Greenpeace zelf te liggen. De Franse geheime dienst deinst er niet voor terug een actiegroep uit een bevriend land het leven zuur te maken. Een boeiende avond, aanstaande zaterdag bij Veronica. Veronica kan en wil niet zonder jou. Bel nu 020-808-808 en je krijgt het superdikke Veronica-blad tot 1 januari 1991 voor maar 25 piek. Veronica, zeg nou eerlijk, je wilt toch ook niet zonder? Straks nieuws en actualiteiten in Nieuwslijn. Nu eerst de ster. For Men Aftershave Balsam. Verzorgd en verfrist, zonder te irriteren. Aftershave Balsam, de verzorging van Nivea na het scheren. Nivea for Men. Dit zijn onze 2 katten. Dit is Boetje en dit is Belletje. Ze hebben duidelijk plezier in het leven. Spelen graag met onze kinderen, spelen graag met elkaar. Verstoppen zich ook wel eens, maken daar een spelletje van. Ze zijn gewoon een deel van ons gezin. Nou, ze krijgen altijd Whiskas. Whiskas ziet er heel goed uit. Er zit echt vlees in, er zit vis in, het is compact. De katten eten hun schoteltje leeg en zijn daarna echt voldaan. Gaan zich lekker zitten wassen, zijn helemaal op hun gemak. Gewoon prima. Als het aan de kat lag, kocht ze Whiskas. Dit is Lotje en ze wil u wat laten zien. Als dit de hoeveelheid vieze uitlaatgassen is die dagelijks uit onze auto komt. En dit is wat er overblijft als we de uitlaat van een katalysator voorzien. Wat gaat er dan diezelfde uitlaat uit als we de trein nemen? Nou? Precies. Waar zouden we zijn zonder de trein? Geniet ervan, zo'n mooi moment met Royco Capesoe. Je hebt het verdiend dat je jezelf verbent met Royco Capesoe. Oh, de lekkerste soep. Soep in een kop, dat is Royco Kappersoep. 1 kan er maar de lekkerste zijn. Oh, zou je hem niet met het groot vuil meegeven? Mijn grote liefde stinkt. Oh. Kind, maak er een poetsdoek van. Nee hoor, daar gebruik ik Vizier Ultra voor. Vizier Ultra? Een poeder? Kijk mam, een lepeltje Vizier Ultra in de micromaat. En dag geurtjes en vlekken. Het micropoeder dringt vezeldiep door op zoek naar vlekken en geurtjes. En, heb ik nou overdreven? Het is geweldig. En niet... Niet duur. Kind, ik ga door mijn dak. Uit je dak, mam. Goh, zelfs metaalgebruik wordt hier nog opgepoetst. Vizier Ultra rekent voordelig af met vlekken en geurtjes tot in het hart van de was. Stunt in beland in publiek, oorzaak, autodrop. Altijd weer die autodrop. De middelste agent liet even los om een autodropje naar de mond te brengen. Het hele leven is een stunt, hè, Jacob. En die autodrop, die hebben ze veel te lekker gemaakt. Het zou toch verboden moeten worden? Riders on the Storm. The Best of the Doors. De allerbeste songs van de legendarische Doors. Hello!
Nu verkrijgbaar op een schitterende dubbel-cd. The Best of the Doors. Ruim anderhalf uur muziek die in je verzameling niet mag ontbreken. You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Take advice. Someday he'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. Blond, licht en droog. Grolsch Premium Dry. Dry as ice. I'll have one too. Tegels en sanitair kunnen flink vuil worden. Daarom is er Driehoek Natuurlijke Reiniger. Natuurlijk? Dus veiliger voor uw spullen en zachter voor uw handen. Driehoek Natuurlijke Reiniger. Veilig schoon? Lekker fris. Barretje, ik heb een vratje. Gauw formule W, anders worden het er twee. Is dit de nacht of tien? En moet je dan eens zien? Verbeterde formule W. Bratjes zijn er weg van. Morgen op TV 2 bij de AVRO, om 7 uur Pauze TV. Het jongerenmagazine van de Nederlandse televisie. Bas Westerweel vraagt bekende en onbekende Nederlanders naar hun voorkeur. Om 8:30 Jessica Lange in Frances, waarin zij de titelrol speelt van de verloederde Frances Farmer, een actrice uit de jaren 30 die door toedoen van haar tyrannieke moeder in een psychiatrische inrichting terechtkomt. Om 10:50 bijzondere vondsten in Tussen Kunst en Kitsch. En opmerkelijke gasten zijn er te vinden bij Karel. Dat is de AVRO op TV 2. Goedenavond, dit is Nieuwslijn, de nieuws- en actualiteitenrubriek van Veronica Televisie. Jaarlijks worden 30.000 operaties afgezegd. En soms gebeurt dat een half uur voor de behandeling. Voor veel patiënten is dat een emotionele schok die het genezingsproces zeker niet ten goede komt. Politievrouwen zijn vandaag een wervingscampagne gestart voor meer vrouwelijke collega's. De kunst blijkt niet alleen om vrouwen voor het politievak te interesseren, maar ze daarna ook nog in dienst te houden. De Oost-Duitsers stemmen zondag voor hun toekomst. Maar hoe staat het met hun verzwegen oorlogsverleden? Met het opbloeien van de democratie steekt ook extreem rechts de kop weer op. Gisteren maakte de Landelijke Specialistenvereniging bekend dat jaarlijks naar schatting 30.000 operaties worden afgezegd wegens gebrek aan personeel, ruimte en faciliteiten in het ziekenhuis. Regelmatig komt het voor dat de patiënt pas een half uur voor de behandeling te horen krijgt dat de operatie niet doorgaat. Logisch dat zo'n mededeling hard aankomt bij iemand die zich geestelijk heeft voorbereid op zo'n operatie. Een reportage van Michiel Linders en Martin Vreuberg. 2:30 vanmiddag, het Elisabeth ziekenhuis in Amersfoort. Een van de specialisten is bezig met een urinewegoperatie die de afgelopen 4 weken al 3 keer is uitgesteld. De patiënt, een vrachtwagenchauffeur, moest er een paar internationale ritten voor opgeven. Dit zijn de nierstenen die vorige week werden verwijderd bij mevrouw Steltenpool uit Bunschoten. Zij heeft meer dan een jaar op de operatie moeten wachten. Ik heb vanaf vorig jaar februari op de wachtlijst gestaan. En toen? Ja, alsmaar gewacht en af en toe is gebeld. En er waren er steeds wel redenen dat het niet kon.
Tot afgelopen januari vond ik het wel erg lang duren. En toen ben ik zelf maar weer teruggegaan naar de uroloog. En die schrok er heel erg van, want de niersteen die ik had, die verwijderd moest worden, die was in een jaar tijd eigenlijk 2 keer zo groot geworden. Dus het was moeilijk of het op deze manier, met die therapie die de uroloog voor mij nodig vond, of die hele steen tegelijk eruit gehaald kon worden. Nou, en dat bleek dus achteraf na de operatie niet helemaal gelukt te zijn. Betekent dat u nog een tweede behandeling moet krijgen? Ja, ik moet waarschijnlijk nog een keertje weer in het bad, in de niersteen verhuizen dus, om de laatste resten weg te kunnen krijgen. Maar dat is altijd afwachten of dat lukt natuurlijk. Het was mooier geweest als het via de ingreep gelukt was. Maar dat is in wezen de schuld van die wachtlijst? Ja, in principe wel. Is het de schuld van de wachtlijst, ja. In het Amersfoortse Elisabeth Ziekenhuis is de wachtlijst voor een opname de afgelopen 3 jaar met gemiddeld 65% gestegen. Ook voor operaties worden wachtlijsten gehanteerd. De Landelijke Specialistenvereniging liet onder al haar leden een enquête houden waar opzienbarende cijfers uit voortkwamen. Jaarlijks worden maar liefst 30.000 operaties afgezegd, vaak pas een half uur van tevoren. Ook uroloog Van Adrichem kent dat probleem. Iemand die kanker heeft, dus blaaskanker of nierkanker, die krijgt van ons een 1, dat is zeer urgent. Komt bovenaan op de lijst staan. Die komt bovenaan op de lijst te staan. Iemand die plasklachten heeft, die zijn urine nauwelijks meer kwijt kan, die krijgt van ons een 2. Het is eigenlijk zo dat degenen die een 1 krijgen, die zouden binnen een week geopereerd moeten zijn. En degenen die een 2 krijgen, die zouden dan binnen 2 tot 4 weken geopereerd moeten zijn. Houdt u dat? Nee, van geen kanten. Het is zo dat de mensen die een 1 krijgen, hier vaak 3 weken op de wachtlijst staan. En de mensen die een 2 krijgen, ja, die staan er soms 1 à 2 maanden op. Om dan maar niet te spreken van de mensen die een 3 krijgen, want die komen eigenlijk niet meer aan de beurt. Hoe lang is uw wachtlijst al binnen? Nou, ik heb hier de wachtlijst liggen. Die kan ik u zo laten zien. Dit is de wachtlijst van 2 urologen in het ziekenhuis hier. Hoeveel mensen staan erop? Er staan 90 mensen op. Hoe lang staat de langste op deze lijst? Nou, de langste die hier op de lijst staat met een 3... is een meneer die erop gezet is op 29/3/1989. 29 maart vorig jaar? Ja, 29 maart vorig jaar. Een andere mevrouw die hierop staat ongeveer van dezelfde tijd, 11/4/1989. Die heeft stressincontinentie, die verliest dus urine als ze hoest of als ze lacht. Die mevrouw, ja, die staat er al een jaar op. Die zit nu toch al een jaar thuis met luiertjes te knoeien. Wat toch een grote belasting is, met name sociaal. Dit isoleert die mensen helemaal. De vrachtwagenchauffeur die vandaag werd geopereerd kon aan het eind van de middag weer opgelucht ademhalen. Gelukkig wel, ja. Dan kan ik een beetje thuis blijven. En dan hoop ik weer snel aardbeidjes op te halen uit Spanje. Want ik ben een internationaal chauffeur en ik zat al een paar weken te wachten. En het komt erop neer dat ze zeggen van maandag moet je komen. En dan hou je je eigen beschikbaar en dan zeggen ze van ja, het gaat niet door. Dus de planning hier is niet zo dat ze van tevoren kunnen zeggen definitief van maandag moet je komen. Dan komt er weer wat tussendoor. De man die in Nederland verantwoordelijk is voor de volksgezondheid is staatssecretaris Simons. Hij bracht vanmiddag een bezoek aan het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem. Terwijl de staatssecretaris rondgeleid wordt, komt orthopeed Olijhoek na een zeer lange werkdag uit de operatiekamer. U komt net uit de operatie lopen. Ja. Waren dat nu veel patiënten die al heel lang op de wachtlijst stonden? Ik heb vanaf vanmorgen tot 3 uur 7 patiënten geopereerd. En ik denk dat de langste wachttijd daar van 4 maanden was. En de kortste wachttijd was een acuut geval die van de wintersport is teruggekomen. Maar de gemiddelde wachttijd was 3,5, 4 maanden. Is dat nog wel acceptabel? Ik vind dat niet acceptabel als je klachten hebt. Nee. Ik vind dat te lang duren. Is dat nu iets van de laatste tijd? We leven al jaren met wachtlijsten, maar ik noteer wel dat dus de wachtlijsten de afgelopen 1,5, 2 jaar zijn toegenomen. Waardoor komt en nog dat dagelijks nu? Toenemen. Het komt doordat er een gebrek is aan operatiekamerpersoneel, ten gevolge daarvan operatiekamerfaciliteiten en ook dus gebrek aan personeel op de afdelingen. Wat vindt Olijhoek van de opstelling van de overheid? Niet goed.
niet goed. Ik vind het onverkoopbaar naar de patiënten. En dat moeten wij dus doen. Wij moeten vertellen, ja, mevrouw, meneer, u kunt niet geopereerd worden, want we hebben daar de faciliteiten niet voor. Diagnose eerst intake enzovoort, dat vindt hier plaats. En de opname is... Staatssecretaris Simons heeft begrip voor de problemen, maar wil nog niet direct in de buidel tasten om de wachttijdproblematiek in de ziekenhuizen te verhelpen. De staatssecretaris. Ik vind, laat nou een simpel voorbeeld nemen, iemand die maanden moet wachten op een heupoperatie, vind ik alweer iets ernstiger dan iemand die een aantal maanden moet wachten op een plastisch chirurgische behandeling. Je moet ook een beetje kijken naar de medische urgentie. Laten we gewoon reëel zijn. En het is natuurlijk zo dat voor urgente... De grenzen die worden nu toch verlegd? Ja, laten we zeggen... Het is natuurlijk heel simpel zo dat als we honderden miljoenen extra hadden in dit land, niet alleen voor de zorgsector, maar ook voor onderwijs en andere dingen, dat we een aantal problemen beter konden oplossen. Maar het is heel simpel zo dat we die honderden miljoenen gulders extra allemaal niet hebben. Dus geen geldinjectie op korte termijn. Toch geeft de staatssecretaris de garantie dat aan het einde van deze kabinetsperiode de wachttijden zullen zijn verminderd. Ik denk dat aan het eind van deze kabinetsperiode we de werkdruk verminderd hebben en dat we de wachtlijsten sterk verminderd hebben. Daar liggen wat mij betreft de twee meest belangrijke prioriteiten de komende jaren. Tot zover de gezondheidszorg, ons volgende onderwerp nu. Geen meisjesdroom, maar een uitdaging. Dat is het motto van een campagne voor meer vrouwelijk personeel bij de politie die vandaag van start ging. De campagne wordt gevoerd door 250 vrouwen die al werkzaam zijn bij de politie. Zij zullen een maand lang op tal van politiebureaus in het land geïnteresseerde persoonlijk te woord staan. Ze hopen te bereiken dat ze meer vrouwelijke collega's binnen de korpsen krijgen. Een bijdrage van Engine van Ginsen. Het is enerverend, het is veelzijdig. Het is anders dan een kantoorbaan van 9 tot 5 achter de typemachine. Ja, het is ook vooral de spanning die ontzettend trekt natuurlijk. Dat kan je haast niet verwoorden. Als je in zo'n Mercedes zit, naar een opdracht wordt gestuurd waar net iemand een autoradio gejat heeft. En je komt daar bijvoorbeeld in zo'n parkeergarage. En je hoort hem ergens lopen en je gaat erachteraan. Nou, dat geeft een ontzettende kick. En ja, dat is dan nog misschien raar, maar dat je als met twee vrouwen, als je er dan zo'n gozer kan pakken, dat is dat helemaal wijs. Dan heb je ook zoiets als je aan het bureau komt van, kijk, zie je wel, wij hebben hem binnengehaald. En dan zie je ze ook kijken van, nou, ja, dat is toch wel aardig. Yvonne Ipema en Tineke Hooiveld werken bij de Haagse politie. Een korps dat al jarenlang een vrouwvriendelijk beleid voert. Er zijn maatregelen getroffen waardoor vrouwen er makkelijker kunnen blijven werken. Ook als ze kinderen hebben. 15% van de agenten is vrouw. Twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. De werksfeer is door de komst van de vrouwen veranderd. Als er een vrouw op de ploeg is, dan verandert de sfeer in die ploeg. Er wordt minder macho gedaan. Er worden ze nu en dan ook minder grof wordt er gepraat. Ze denken aan je als je erbij bent van, oh jee, er zit een vrouw bij. Of het is leuk dat er een vrouw bij zit. Het scheelt op zeker, ja. Maar zoals het in Den Haag is, is dat lang niet overal. Jannie Ramakers werkte als rechercheur in Zaandam, een korps met heel weinig vrouwen. Een jaar geleden ging ze weg. Belangrijkste reden, de beroepscultuur. Ik heb er ruim 14 jaar gezeten bij de politie. En er is daar al die tijd, al die jaren, zeiden ze tegen mij van, toen ik binnenkwam van, eerst komen Jannie de borsten en dan komt de rest. Nou, dat was, na 14 jaar heb je daar echt te behalen van. Denk je van, het is genoeg geweest. En was jij de enige die er last van had? Nee hoor, de dames werden uitvoerig op hun lichamelijke kenmerken besproken tijdens de dienst. Van die ziet er mooi uit en die ziet er niet mooi uit. En dat is tenminste nog een stuk, die doet een hoop aan haar haar. En eigenlijk werd er dan helemaal niet gekeken naar hoe ze functioneren. En werden nieuwelingen ook nog op een speciale manier behandeld? In de tijd dat ik begon wel, ja, in ieder geval nog. Er was het heel regelmatig de gewoonte om een dame er ondergoed uit te trekken, op een balie of op een bureau te leggen en dan alle stempels die je kon bedenken op de achterste te zetten. Maar kon in de dat zomaar? Ja, dat kon. Want je wilde dus erbij horen. Dus je wilde niet opvallen. En dan, je zei het ook verder tegen niemand anders. Ik weet ook niet of de leiding dat wel wist. Maar het gebeurde gewoon in bepaalde groepen.
Vertrek van vrouwen bij de politie heeft volgens enkele onderzoeken vaak te maken met de werksfeer. Op een aantal bureaus zijn inmiddels vertrouwenspersonen aangesteld. In Nederland werken 30.000 politiemensen, waarvan 2300 vrouwen. Goedemorgen. We hebben ze net een tijdje achter u gereden. We zagen dat u 90 kilometer reed. Dat is iets te veel voor de bebouwde kom. Daar krijgt u een bekeuring voor. Nou, volgens mij kan dat niet. In totaal bestaat 7% van het korps uit vrouwen. Al jarenlang wordt geroepen dat er minstens 25% vrouwen bij de politie zouden moeten zitten. Geen woorden, maar daden, dacht een aantal politievrouwen. En vandaag presenteerden zij in Utrecht een nieuwe wervingscampagne onder het motto: politievrouw, geen meisjesdroom, maar een uitdaging. Op 65 plaatsen kunnen geïnteresseerden deze maand van agentes informatie krijgen. De 250 politievrouwen die actief meedoen kwamen vandaag bij elkaar voor meer informatie en om het propagandamateriaal in ontvangst te nemen. Tineke Hooiveld is een van de organisatoren. Wij vrouwen maken er op dit moment gewoon handig gebruik van dat er een personeelstekort is. En wij hopen dit dus aan te vullen met een heleboel nieuwe politievrouwen. En de arbeidsmarkt is krap, ook voor politiemannen. Dus als wij als vrouwen zelf nou in één keer met een hele grote doos komen van: kijk eens, allemaal stapels formulieren, sollicitaties, allemaal vrouwen. Nou, dat zouden wij fantastisch vinden. Als dat zou lukken. Persoonlijke gesprekken. Waarom is het belangrijk om op die manier vrouwen te benaderen of meiden te benaderen? Ja. Je kan ze dan duidelijk maken hoe het is. Ze kunnen ze misschien ze vergelijken. Ja, ik ben niet van vroeger het prototype agent, want ze verwachten, dat verwachten ze nog steeds wel, dat je een griep bent van 3x3 en een of ander beest wat een vent bijvoorbeeld uit een café trekt. En als je je dan confronteert met meiden van ook je eigen leeftijd, een jaar of 20, en zegt: kijk, ik kan het ook en het is leuk en het is leuk werk om te doen en jij kan het ook. Je moet de stap durven zetten. Vrouwen binnenhalen is één ding, maar ze houden blijkt een probleem. De politievrouwen vinden dan ook dat er het een en ander aan de arbeidsvoorwaarden gedaan moet worden. Binnenkort worden initiatieven verwacht van Binnenlandse Zaken. Er is nu wel kinderopvang, maar te weinig. Nog geen 24 uur kinderopvang. Deeltijd. Er is deeltijd mogelijk, maar nog niet in leidinggevende functies. Dus op het moment dat je echt aan een leidinggevende functie toe bent, dan kan het niet meer. Nou, dat is heel jammer. Ook voor vrouwen een reden om niet meer terug te komen. De mogelijkheden tot herintrede moeten verbeterd worden. Het is nu zo, stel je hebt een aantal dienstjaren opgebouwd. Je gaat een aantal jaren weg. En als je weer terugkomt, dan begin je weer met 0 dienstjaren. Nou, dat is gewoon ook heel erg jammer. En ja, zo zijn er nog een aantal redenen. Gewoon in de arbeidsvoorwaarden die gewoon verbeterd moeten worden, denk ik. 1141. Tineke en Yvonne zullen actief gaan werven voor de nieuwe campagne. Jannie, met negatieve ervaringen, geeft aan geïnteresseerde vrouwen het volgende advies. Nou, zeker doen, die baan. Want het is een verschrikkelijk leuke baan. Maar zorgen dat je in een korps komt waar gewoon veel vrouwen zijn. Dat is het belangrijkste. Er zijn in totaal 65 politiebureaus betrokken bij deze actie. Op zaterdag 31 maart kunnen belangstellenden bij de verschillende bureaus voor informatie terecht.